Ze hebben Koopman in dat gat gelegd. Ze fiets er bovenop. Pas later bleek dat hij eigenlijk nog leefde op het moment dat ze hem in de grond hebben gestopt. En dus op deze plek is gestikt. Rechtvaardigheid is in de oorlog ver te zoeken. En terwijl onschuldige mensen worden gevangen genomen of moeten onderduiken, lappen de Duitse bezetters en hun Nederlandse handlangers de rechtsstaat aan hun laars. Uiteindelijk wordt zelfs het standrecht ingevoerd. En dat betekent dat mensen zonder proces ter dood kunnen worden veroordeeld. Geen wonder dat steeds meer burgers het recht in eigen hand nemen. Maar hoe ver mag je gaan in het ondernemen van dit soort gewelddadige tegenacties? Wat heel merkwaardig is, is dat de moord op Koopman, dat die daders heel lang, omdat ze een NSB'er hebben omgelegd, als een soort van helden toch hier in Heino zijn herdacht en vereerd. Wie de kerk in het centrum van Heino inloopt, kan er bijna niet omheen. Een groot herdenkingsbord herinnert aan de oorlog en in het bijzonder de dood van de drie broers uit het gezin Haaien. Verderop in het dorp is een straat naar de familie vernoemd en de broers zijn opgenomen op de erelijst van gevallenen, 1940-45. Maar volgens historicus Ewout van der Horst klopt er iets niet aan dit verhaal. Al voor de onthulling van het herdenkingsbord in 2018 vroeg hij zich af of het wel echt verzetshelden waren. In Heino zijn de daders van de moord op de NSB'er Koopman altijd toch wel min of meer als een soort van helden herdacht, vereerd tot op zekere hoogtes. En, hun naam, Haaienpad, refereert aan deze jongens. Terwijl, ja, op de kepen beschouwd, hebben ze gewoon een lafhartige moord gepleegd. Is dat de reden om zoveel jaar na dato mensen nog op zo'n manier te herdenken? Dat zou je kunnen afvragen. Een bord met vergelijkbare tekst hing vroeger in de kerk van Laag Suutem. Toen die afgebroken werd, werd het bord door de plaatselijke historische vereniging veiliggesteld. Een nieuwe plek voor het bord wordt gevonden in de hervormde kerk van Heino. Wel moet het uiterlijk van het bord aangepast worden om beter in het interieur van de kerk te passen. Maar dat is niet het enige dat verandert aan het bord. Nee, er wordt hier op dit bord wordt vermeld dat dit de oorspronkelijke tekst is zoals die in Laag Suutem op een houten bord in de gereformeerde kerk heeft gehangen. Maar wat mij direct opviel is dat juist de namen van de drie jongens Haaien, dat die hieraan zijn toegevoegd. Merkwaardig, want waarom zou je dat doen? Zeker in het geval van Wim Haaien, een van de daders van de moord op Koopman. De moord op de Zwolse NSB'er Koopman, 18 mei 1943. Als caféruzie begonnen en geëindigd als een van de meest dramatische oorlogsgebeurtenissen die Heino gekend heeft. Koopman kwam hier in Heino, een paar honderd meter verderop, kwam hij in een café toen hij op de terugweg was van Raalt naar zijn woonplaats Zwolle. En hij trof daar Wim Haaien samen met zijn vriend Klaas Muller aan, die afscheid aan het nemen waren met een biertje, omdat Klaas naar Duitsland moest. Klaas was geagiteerd, was natuurlijk gefrustreerd omdat hij in Duitsland moest gaan werken. Hij zag die Koopman met een NSB-speldje op binnenkomen, riep hem direct tegemoet, hoezee, een beetje provocerend. Die Koopman die pikte dat ook niet, die gaf hem een repliek. En zo ontstond er een stevige woordenwisseling, die uiteindelijk door ingrepen van omstanders is gesust. Maar die jongens hadden wel het gevoel, hier kunnen we last van krijgen. Zijn dus Koopman achterna gefietst en hebben hem van zijn fiets geslagen. Koopman kwam hier vanuit Heino aangefietst, achtervolgd door Wim en Klaas. En op deze plek in de bocht hebben ze hem achterhaald. Wim die sloeg hem van zijn fiets af. Die man kwakte tegen de grond. Zijn struiken vielen over hem heen. Ze hebben hem van de weg afgesleept. En hier ergens, langs de weg, heeft Klaas hem nog een paar flinke vuistslagen toegebracht. Met het gevolg dat hij bewusteloos raakte.
De jongens die schrokken zelf ook terug van wat ze hadden gedaan. Koopman lag bewusteloos langs de weg. Ze hebben hem hier dit laantje ingesleept. En ook gedacht, weet je wat, we wissen onze daad uit. We begraven hem hier tussen de bosjes. Ze hebben op deze plek een gat gegraven met een schop die ze zijn gaan halen, notabene nog, bij de familie Haaien, hier een eindje verderop. Ze hebben Koopman in dat gat gelegd. Ze fiets er bovenop, ontdaan van de rubberen banden, want ja, die waren waardevol. Achteraf hebben ze die dan in de wetering gedumpt. En het graf toegedekt, met blad en al. Pas later, toen hij is ontdekt, teruggevonden hier, bleek ook uit autopsie dat hij eigenlijk nog leefde op het moment dat ze hem in de grond hebben gestopt. En dus op deze plek is gestikt. De vrouw van Koopman doet een dag na de vermissing van haar man aangifte bij de politie. En na een week zoeken meldt er zich een pro-Duitse boer uit Windesheim met de gouden tip. Hij had een van zijn knechten gesproken en die had het gevecht aan de Zutermeweg gezien. Hij herkende Müller en Haaien. Beide mannen waren er gloeiend bij. Op 21 juni 1943 moeten de beide heren voor de Duitse rechtbank verschijnen. Ze bekennen schuld en worden tot de dood veroordeeld. En dat vonnis wordt 8 dagen later al voltrokken. Voor de familie Haaien krijgt de zaak een verschrikkelijke nasleep. 2 jongere broers uit het gezin worden in 1944 door de Duitsers gevangen genomen en gefusilleerd. Hun vader brengt dat in direct verband met de moord op Koopman. Maar wat voor iemand was die NSB'er Koopman nou eigenlijk? In alles wat ik over hem heb gevonden, heb ik niet kunnen achterhalen dat hij persoonlijk leed heeft berokkend aan andere mensen. Hij heeft wel een rol gespeeld bij het opknappen van huizen van afgevoerde Joden. Waarmee hij natuurlijk indirect ook wel heeft geprofiteerd van de Jodenvervolging. Maar daarin was hij, laat ik dat ook duidelijk zeggen, lang niet de enige. Het verhaal rond de moord op Koopman houdt Van der Horst al jaren bezig. En ook recentelijk deed hij weer onderzoek. Ik heb afgelopen jaar, anderhalf jaar, mij in heel veel oorlogsverhalen verdiept. Maar geen enkel verhaal heeft mij zozeer eigenlijk aangegrepen als dit verhaal. Ook omdat de dochter van Koopman, met wie ik verschillende gesprekken heb gevoerd, eigenlijk nu pas de ruimte heeft ervaren om hiermee dan in mijn richting te komen en daarmee naar buiten te treden. Dus voor haar was dat ook een zoektocht naar woorden en naar, ja, hoe benoem je dat dan, wat ons als familie is overkomen. Ze wil niks goed praten, maar ze wil wel, als het ware, ook de waarheid benoemd hebben en ook hun beleving en hun verdriet daarbij. Ze zou het niet noemen als een schreeuw om erkenning van hun leed, want zo steekt deze vrouw niet in elkaar. Maar voor mij is het dat wel degelijk ook. Een NSB'er, fout je dan ook, hè, daar kun je van mening over verschillen. Ook hij was een vader met kinderen die hem echt ongelooflijk hebben gemist. En nog steeds ligt het verhaal gevoelig. Zeker nu uit het onderzoek van de historicus blijkt dat de moord helemaal geen verzetsdaad was. Ik heb voor mezelf natuurlijk ook wel echt zitten dubben van moet ik willens en wetens dit verhaal dan oprakelen, ook als het nabestaanden nog zozeer kan treffen en pijn doen. Maar juist omdat dit verhaal ook de afgelopen jaren weer zo vaak naar buiten is gebracht als en vanuit het perspectief van de heldhaftige verzetstrijders uit Heino, vond ik dat het nu echt tijd was om gewoon onderste steen boven te krijgen, om dit verhaal voor eens en altijd gewoon is goed te onderzoeken en dan toch die eigenlijk op zoek te gaan naar wat er nou echt is gebeurd. En met die kennis terug naar het straatnaambord. De vermelding op de erelijst van gevallenen en dat gedenkbord in de kerk in Heino. Want moet Jan-Willem Haaien daar echt als verzetsheld herdacht worden? Als je anno nu nog steeds bijvoorbeeld een bord ophangt dan in de kerk, waarin je die mensen nog eens echt expliciet gaat benoemen, ja, nou, dan kun je wel afvragen hoe open kijk je eigenlijk naar het verleden. Niet iedereen is een verzetsheld in de oorlog.
al doen de verhalen soms anders geloven. Soms gaat de geschiedenis zijn eigen leven leiden, zoals in dit verhaal in Heino. Want in een tijd van oorlog, waarin chaos, verdriet en geweld de boventoon voeren, is de scheidslijn tussen goed en kwaad vaak flinterdun. In de volgende aflevering zien we het verhaal van de hongerwinter in 1944 en 1945 en horen we waarom Overijssel een belangrijk toevluchtsoord is voor veel mensen uit het Westen.